Kan niet wat vlotter? Kom op! Ik was veel meer gepakt. Oké, momentje, ik moet even goed punt hebben. Pak die 1, 2, 3. Hop! De route ging hier verder. Maar zoals jullie kunnen zien, wordt het een lastig verhaal. Tenzij we snorkels op onze motoren hebben. Want het is hier het einde van de weg. Als hier ooit een brug was, dan zie je nu niet meer. Die brug is weg. Nou, zoals jullie in de vorige video hebben kunnen zien, hebben we vannacht heerlijk wild gekampeerd. Prachtig weer, net zoals vandaag. Er vliegt trouwens nu iemand in de lucht. Ik weet niet precies wat dat voor is, paraglider of zo. Dat ziet er wel heel tof uit. Oh, vet man. Echt vet. Hopelijk dat hij goed landt. Maar zoals jullie dus in de vorige video hebben kunnen zien, hebben we lekker wild gekampeerd aan het water. Ergens in een veldje, ik denk van een boer, maar helemaal uit het zicht. Ja, een beetje supergezellig, kampvuurtje gebouwd, lekker koffie, thee gemaakt, lekker gevreten. Lekker gewassen in het meertje. Bosjes als toilet gebruikt. Maar ja, ik had het niet willen missen, weet je, zo'n klote hutje op de camping. Nee, bedankt. Hier begint het gravel weer. Sommige jongens hebben echt heel weinig grip met de motor. Dus die zijn wat voorzichtiger. Of die hebben hun banden, vooral als ze weten dat we een lang stukje gravel krijgen, hebben ze hun banden gewoon een beetje zachter gemaakt. Rustig aan jongens, rustig aan. Er is niks te bang voor te zijn. En als je er niet langs kan, dan ga je er altijd nog gewoon omheen. Nou, ik ben er omheen gereden. Het is een stukje omhoog gegaan. Jammer genoeg had ik de camera net uitgedaan. Maar nu kregen we net de slagboom omhoog. Dus dan kan die andere Ducati weer even, want die gaat het waarschijnlijk niet redden. Kan die weer even netjes onder de slagboom door. Want het is, je ziet het waarschijnlijk niet op de GoPro, maar het is vrij ja, steil. Dus je moet er wel met een beetje goede banden doorheen komen. Of een beetje vertrouwen hebben in je eigen riding skills. Nou, iedereen is er doorheen, dus we kunnen de reis weer vervolgen. Ik blijf meestal een beetje achter, omdat ik een track heb ingeladen en precies weet hoe de route gaat. En bij de rest kan ik nog wel eens afwijken. En daarnaast hebben we gemerkt, als iemand valt, moeten er echt altijd twee personen bij zijn. En we hebben het één keer opgelost met één persoon extra erbij. Toen hielp ik iemand op overend. Maar over het algemeen heb je gewoon twee man nodig. Om zo'n motor op te tillen als je weer in een greppel bent gevallen. Doe me een beetje denken aan de woestijn dit, weet je. Zo'n die zandkleur van de weg. Die beetje rotsachtige bruine bergen daar ook. Maar als je naar de rechterkant kijkt, dan weet je toch weer dat je in Noorwegen zit. Want alles is groen. En je ziet een beetje ijs daar ook in de verte. Landschap is nu in ieder geval, de weg is wat meer hobbelig geworden. Meer omhoog en naar beneden en bochten. Dus we gaan even staan. Rag even lekker door. En dit is genieten. Het mooie van dit soort wegen is ook van als je even stopt om even koffie te drinken of zo en je zegt gewoon niks, dat je ook gewoon helemaal niks hoort. Weet je, er is gewoon niks. Er zijn geen wegen, er zijn geen watervallen. Prachtig. Alleen misschien wat tegenover gesteld verkeer wat langzaam, maar voor de rest, beautiful. Wat moet je daar zien, joh? Zo. Prachtig. Zo'n vallei waar je op uitkijkt. Very beautiful.
weet niet hoe fotogeniek je bent. 1, 2. 1, 2. Enorm veel vliegen continu als je... Als je even stilstaat, joh, daar word je wel moe van. Is het lekker wanneer je een beetje ruimte voor je hebt en lekker hard kan rachen. Daar geniet ik het meest van. Daarom stop ik af en toe even om te kijken waar er nog jongens zijn achter of iemand gevallen is. En ook gewoon even om wat ruimte te creëren, zodat iedereen wat meer vaart kan hebben. Want het is niet lekker als iemand heel de tijd achter je kont plakt of dat jij iemand heel de tijd oploopt te jagen. Wat gaan we doen, dames? Kan niet meer vlotter. Kom op. Nee, nee. Op de weg blijven alsjeblieft. Moet jullie ze horen? Helemaal niks. Hier is die vrouw. We zijn hier even gestopt. Een lekker stukje. Een lekkere eten. Langs het water, koffietje zetten. Even uitrusten, genieten van het uitzicht. En dan gaan we zo weer verder. Tijdens de pauze lekker even een pannetje aangooien en zo even koffie maken. Net hebben we een broodje opgewarmd. Dan gaan we er wat jam op doen. Dan gaan we lekker genieten. Moet u eens kijken, joh. Normaal gooien we wat fleswater in een pannetje. Of in ieder geval water wat we uit de kraan hebben getapt. Voor de koffie. Maar aangezien we toch gaan koken. En in principe hoeft het niet eens gekookt te worden. Als je een goede maag hebt, kun je het gewoon direct hier uit de rivier tappen. Weet je? Heb je lekker... Lekker Noorse water. Net lekker hier. We hebben een lunch gedaan en de koffie. Ik heb tegen die jongens gezegd, ga maar alvast. Ik moet even pissen. En ik wil dat altijd doen, weg van het stromende water. Ik wil niemand ermee belasten namelijk. En nou, ik ga weer opstappen. Ik ga die jongens proberen in te halen. En dan zie ik jullie straks weer. Wow, die schoot even uit zijn versnelling. Even achterop geraakt en de groep kwijtgeraakt, maar de navigatie, of in ieder geval een boutje van mijn navigatie, is eraf. Zoals jullie zien, dus hij is niet meer stabiel, hij hangt naar beneden. En ook die,
die zeg maar daar, die zijn losgeraakt en daar heb ik de inbus niet voor. Dus ik moet even gaan kijken of ik dit nu kan oplossen met tie rips. Anders wordt het heel lastig om verder te gaan. Nou, ik heb alles even met de tijdelijke oplossing opgelost. Een tie rip en wat dingen aangedraaid. Het scherm moest er wel even af. Het windscherm. Maar ja goed, daar is niks aan te doen. Dit soort dingen gebeuren. Weet je, en dan moet je gewoon tape bij hebben. Tie rips, gereedschap, al dat soort dingen. En als je in een groep reist, dan heb je ook gewoon mensen die ook andere dingen mee hebben die jij niet mee hebt. Dat werkt gewoon, weet je. Als je in je eentje gaat, moet je gewoon veel meer materiaal bij je hebben. Just in case. Maar goed, we gaan onze reis nu weer vervolgen en hopen dat we die jongens nog even kunnen inhalen. Ze hadden me net ook al gebeld. Dus ik had even aangegeven van we komen eraan. Doe rustig aan. We ontmoeten jullie straks wel. We rijden nu op een zandachtig pad. Ik ga even rustig aanrijden, zodat ik een beetje feeling krijg met deze ondergrond. Voordat we op ons bek gingen, want ik gleed net al weg. En zie je, ik stond niet. En dan kon ik wel corrigeren met mijn been. Maar als je gewoon staand rijdt, is het gewoon veel makkelijker. Lekker weggetje hoor. De fucking navigatie trilt wel weer alle kanten op. Dus dat is dan wel weer niet goed. Maar goed, we zien wel tot waar je het redt. Lastig terrein hoor. Echt even rustig aan doen, geen haast. Want je glijdt zo alle kanten op de alle sporen die er al in de weg zitten. We hebben geen haast. Dat is een lastige bocht, hè? Ik was geen merk gepakt. Oké, momentje, ik moet even een goed punt hebben. Pak die 1, 2, 3. Hop! Dan kunnen we hem een stukje naar achter trekken, denk je? Ja, 1, 2, 3. 1, 2. Gaat het lukken zo? Lukt het? Ja. Top. Kleren. Zijn we even gehergroepeerd. Sommige mensen is dit een beetje een lastige weg, dus die hebben de voorkeur om straks zeg maar de hoofdweg op te gaan. En anderen vinden het juist lekker. Dan moet ik wel zeggen, nou is deze, zijn deze steenwegen wel het meest uitdagend, omdat je echt makkelijk op je bek kan gaan. Er is dus, iemand heeft net ook een ongeluk gehad. Maar, volgens mij is het einde van de weg. De route ging hier verder. En zoals jullie kunnen zien, wordt het een lastig verhaal.
Tenzij we snorkels op onze motoren hebben. Want ik zie het einde van de weg. Als hier ooit een brug was, dan zie je nu niet meer. Die brug is weg. Dus wij hebben de motor al omgekeerd. We gaan weer die kant op. Dan gaan we zo proberen. Doen we het maar zo. Hoppa. We gaan nu weer terug omhoog, want de weg liep dus dood. Dus we moeten weer terug naar het punt waar die vriend van mij een ongeluk kreeg. Daar kunnen we de hoofdweg weer op. Alleen ja, de ene motor is hier beter voor gemaakt dan de andere motor. En de ene persoon heeft er meer, zeg maar, vertrouwen in zijn motor en zijn skills om dit te rijden als de ander. Dus je moet gewoon even rustig aanrijden. Weet je, want het is losgerind. Het is het lastige wat ik tot nu toe heb gereden. Maar ik voel de motor aan, weet je. Ik weet wat die doet. Die aangepaste volvork en die Eulens achtervering. Die maken toch echt het verschil, hoor. Daar kan je gewoon echt veel harder mee rijden dan met de normale XT. Je hebt gewoon zoveel meer vertrouwen daardoor. En tijdens die enduro cursus van mij in België. Als je die video wil kijken, die kun je ook vinden op mijn YouTube kanaal. Daar heb ik geleerd dat je de meeste dingen los je op met gas geven. Weet je? Niet gaan koppelen, niet vol in de ankers gaan. Gewoon gas geven en meestal kom je er wel uit. We zijn hier na een hele zware dag aangekomen. Camping, we zitten hier nu in een blokhutje. We gaan even vreten. Het was heel zwaar. Zwaar terrein. Het was super warm. Dan raak je ook gewoon een beetje uitgedroogd en geïrriteerd van. Dus vandaag even geen wild kamperen, geen tentje opgooien. Gewoon een blokhutje. Ik moest ook echt even douchen en elektriciteit gebruiken, anders kan ik mijn GoPro-batterijtjes niet opladen. Maar goed, we gaan eten. Ik ben kapot. Ik denk dat ik jullie morgen pas spreek, dus dan zie ik jullie in de volgende video.